A Belgian MEP has been accused of bullying personnel and misusing EU funds. Hilde Foutmans, currently an MEP with the Flemish Liberal Party, is alleged to have used EU money and staff incorrectly. While there hasn't yet been an official complaint, the allegations come from Belgian weekly magazine Knack. En wat het, ja, het leiderschap betreft, ja, Hilde is, is een van de hardstwerkende Europese parlementsleden, onlangs nog, nog gebleken. Ze ja. is iemand die een van de meest toonaangevende ja. Europese parlementsleden is. En ja, vraagt dan ook waarschijnlijk wel heel veel van haar medewerkers. Ja, ja. The magazine alleges there was a toxic working atmosphere in her cabinet and the misuse of EU funds by purchasing VIP tables at a horse event. Foutmans denies the allegations and says the European Parliament confirmed her spending followed the rules. Ja, ik heb haar aan de lijn gehad en zij garandeert mij dat alles conform de regels loopt. Ze gaat en daar is ook een streng toezicht op. Dus ik, het is altijd moeilijk om u te verdedigen tegen, tegen anonieme aantijgingen. Dat zij, als, dan moet men maar een klacht indienen, dan kan dat onderzocht worden okay. en dan kan heel de fout zich ook verdedigen.